Deel 3 van mijn boomstammetjesattractie en ook meteen de laatste deel. In deze deel gaan jullie de decoratie zien en het ritje. We beginnen met het ritje. Dit wordt trouwens het eerste ritje die ik ga maken, dus ik ben zeer benieuwd. Ik hoop dat hij het goed doet. Dit was het ritje, nu ga ik de decoratie laten zien. Oké, de decoratie begint hier vooraan. Dit heb ik nieuw erbij gemaakt, een ijsvogel. En hier heb ik ook een ijsvogel gemaakt, want het is natuurlijk ijsvogelrivier. Dus ja, er horen natuurlijk ijsvogels bij. Dan heb ik hier allemaal ijs gemaakt met wakken in het ijs voor decoratie. Deze boom heb ik sneeuw opgelegd. Hier heb ik sneeuw opgelegd voor decoratie. Hier heb ik een hele ijsgrot gemaakt, maar wel dat je er doorheen kan kijken. En daar binnenin heb ik ook allemaal ijs gezet of sneeuw. Gewoon voor de leuk. En even kijken. Dan komen we hier bij de berg. Daar heb ik ook decoratie gedaan. Deze knaleffecten. Dus als je hier overheen rijdt, dan hoor je een knal. En hier staat een zombie met een pistool in zijn hand, dus daarom hoor je daar ook een knal. Ga je hier gewoon naar beneden, dus niks veranderd. En hier heb ik de boom een beetje leuker gemaakt. Door bladen eromheen te maken en een slang. En zo ziet het er nou van binnen uit, ook super leuk. En dan hebben we hier nog een ijsvogel, maar dan in het groot. Ik ben niet zo goed met vogels bouwen, maar ze zien er best wel leuk en schattig uit. Hier heb ik nog een houthakker neergezet. Ook weer een zombie gezicht. En hier heb ik nog een ijsvogel neergezet. Hier een stukje boomstam voor karretje. Dus dan lijkt het net zo op een karretje. Hier heb ik nog wat waterval neergezet, want het is natuurlijk een rivierachtig iets. En dit was de decoratie. Ik vind het echt super leuke attractie geworden. En ook echt heel goed gedecoreerd. Want ja, ik dacht het ijsvogelthema laat ik ook een beetje sneeuw gebruiken met ijsvogels. Want dat klinkt ook mooi, ijsvogel. En en een beetje jungleachtig heb ik gebruikt hier in deze thema. En vooral veel ijs en sneeuw, omdat het ijsvogelrivier heet. Dus ja, dit is dan het ijsvogel en het rivierstukje. En hier heb je een beetje een soort boomjungle-achtig iets. Maar ik vind het echt een super, super, super vette attractie. Ik ben ook echt super blij met deze aanwinst in mijn park. En dat ik deze heb kunnen bouwen. En eigen creatie natuurlijk. Het enige wat niet eigen creatie was, was de wachtrij. Die heb ik van Toverland, maar de rest heb ik allemaal zelf bedacht. Ik ben super blij met deze attractie. En ik hoop gewoon dat iedereen die in dit park komt ook zeer zeker zal kunnen genieten van deze
mooie ijsvogelrivier attractie. Bedankt voor het kijken. Later.